Oh, maar dat is niet zo. Dat is een straat die met open zicht kan komen. Die drang om naar die inefficiënte middelmensen uit. En efficiënte middelmensen. Dat is eigenlijk allemaal wel waar ik voor ga. Ja, dat pleit absoluut voor. Ja, we zijn begonnen, Steko. De uitzending is al begonnen. Ja, vind ik wel. Welkom allemaal. Topnames hier dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Peter Verhaar, ik ben even aan het kijken. Welkom in onze archief. Welkom weer, jongens. Ja, in 2012 was je de eerste keer bij ons te gast. Toen leidde de kop De Bank van de Toekomst is een vertrouwenspersoon. Ja. Je bent later bij ons te gast geweest, was 2014. Toen ging het over Bright NL, ging het over pensioenfondsen. Misschien komen we over die dingen straks nog te spreken. Bestaat nog steeds, loopt goed. Dus ja. Maar nu is eigenlijk het thema is hypotheken. Want jij, als ik jou volg op Twitter, zeg jij van niet eens ik heb een website, maar je zegt ik heb een hypotheek nodig, stuur even een mailtje. Stuur even een mailtje. Ja, en dat doen mensen. Ja. En dat is hartstikke leuk om te zien. Wat ben je aan het doen? Ja, nou, je weet, ik ben natuurlijk in de jaren 90 ben ik met Alex begonnen. En het doel was, waar gaan die hele dure banken die veel te veel rekenen voor effectentransacties, die gaan we gewoon aanpakken. En dat gaan we vooral doen door het proces volledig te automatiseren en door perfecte service te geven. Nou, dat trucje is gelukt, dat weten jullie. De zaak is verkocht in 2008 aan Bink. En nou, dat gaat dan, we hebben wat geld aan overgehouden en dat loopt allemaal goed. Ja. En toch wel. En ik, op zee ben ik gebeld door een jonge jongen die zei van, ik ben jou op het spoor gekomen en ik wil eigenlijk hetzelfde doen, maar dan in de hypotheekmarkt. En voor mij was de hypotheekmarkt een volkomen onbekende gesloten markt. Ik had er zelf ooit in een grijs verleden wel eens eentje afgesloten. En ik weet dat het een heel moeilijk traject was. Ja. Maar ik kende die markt eigenlijk niet zo goed. Dus toen ging ik me erin verdiepen en toen dacht ik, alle factoren die ik in 1994 had om de banken aan te pakken met effectentransacties zijn van toepassing ook op de hypotheken. Want 1, het is een duur product. Het is een verschrikkelijk arbeidsintensief product, wat enorm veel ellende geeft bij mensen die een hypotheek willen afsluiten. Die moeten door allerlei bochten en wringen en worden overal eigenlijk tegengehouden om te werken. Ja. Dus ik dacht, ja, er zit wat in. En ik werd pas overtuigd toen ik ging kijken hoe groot die markt eigenlijk was. Toen bleek dus dat de hypotheekmarkt 700 miljard groot is. 700 miljard. 700 miljard. Probeer je voor te stellen. Ja. Dat is een onwaarschijnlijk grote markt. Dus ik denk, ja, als je daar een procent pakt, heb je 7 miljard. Ja, ja. Ik bedoel, dat zijn mind-buggling getallen. Dus ik denk, hier moet ook wel een verdienmodel te zijn. Nou, ga je nog even verder kijken. Dan blijkt dat de hypotheekmarkt eigenlijk gewoon in handen is van 3 banken. ABN AMRO, ING, Rabo. Dat is het. De winst van ABN AMRO komt voor 50%, hè, laat het tot je doordringen, 50% uit de hypotheekwereld. Bij Rabo is het eigenlijk niet anders. Onze banken zijn eigenlijk gewoon hypotheekbanken die er ook nog wat bij doen met kredietjes aan ondernemers en dergelijke. Ja. Maar eigenlijk zijn ze gewoon hypotheekbanken. Sorry dat ik je onderbreek, maar dit is niks nieuws. Dat weten we allemaal. Nee, maar dat is al heel langzaam. Nee, maar ik dacht dat was de perfecte markt om hier als disruptor in te komen. Maar wat ben je toen gaan doen? Hoe ga je dat nou, toen dacht ik, toen bleek dus, dan ga je denken, wat heb ik nodig? Nou, ik had bij Alex, zat ik onder de vleugels van Aegon toen. Ja? Dus ik had geen vergunning nodig, die had Aegon al. Dus dat ging makkelijk. Hiervoor, voor dit bedrijf, heb je een vergunning nodig. En die had ik niet. Dus ja, die ben ik gaan aanvragen. Wat wil je nou precies gaan doen? Wil jij gewoon, oh, simpel. Ik verstrek gewoon hypotheken aan particulieren. Precies. Dat ik kan het bij jou dat online. Bij mij kun je gewoon online. Ik zeg, Peter, ik heb 3 ton. Wat ik nu ga zeggen, mag ik eigenlijk niet zeggen van de toezichthouder. Maar ik ga het toch zeggen. Ja? Wij claimen dat we binnen 24 uur een hypotheek voor je kunnen afsluiten. En waarom mag dat dan niet van de toezichthouder? Ik mag van de toezichthouder helaas mag ik geen reclame maken over mijn 2 grootste USP's. Namelijk dat ik heel snel ben en dat het heel gemakkelijk is. Dat mag ik niet van de toezichthouder. Maar waarom is het zo ingewikkeld? Waarom vindt de toezichthouder dat ingewikkeld? Omdat zorgvuldigheid zich niet verdraagt met snelheid. Precies, omdat de toezichthouder denkt dat klanten allemaal heel dom zijn. Hè? En dat ze denken, ja, als je gaat zeggen dat het allemaal heel snel kan, dan nemen ze misschien verkeerde beslissingen. Ja. Maar ik kan je zeggen, als je alles automatiseert, en dat doen wij, eigenlijk weten wij binnen een uur, hebben we je hele doopcel gelicht. Want ik kijk
op jouw verzoek, hè, op jouw verzoek, niet op mijn, op jouw verzoek, kijk ik in allerlei databases. Wat is je salaris? Wat is je onderpand? Wat is je betaalgeschiedenis? Hè? Bijvoorbeeld Tiel, BKR. BKR noemen ze op. Kadaster. Ik stuur jou een paar belastingaangiftes van de afgelopen jaar. Hoeft niet, daar kan ik in kijken. Als je mijn toestemming geeft. Ja, alles als je mij toestemming geeft, kan ik erin kijken. Dat kan mijn administrateur ook, dus waarom zou jij het niet kunnen? Precies. Ja. Het gaat, en ik denk zelf, over een tijd, over een, ik mag volgend jaar zelfs, mag ik aan jou vragen, mag ik 3 jaar rekening courantgegevens van jou, van je privérekening. Ja, tuurlijk, ja. En dan zeg ik, daar ga ik niks mee doen. Ik ga alleen even kijken of jij, als jij zegt dat je waard bent, dit bedrag, of het ook inderdaad klopt. Dan ga je kijken, doe ik alles per automatische overschrijving? Nou, loopt dat allemaal? Ja, nou, ik wil eigenlijk alleen maar weten, ga jij die hypotheek terugbetalen? Ja. En maar ga jij die rente betalen? In alle eerlijkheid. Meer hoef ik niet te weten. Als je dit kunt automatiseren, dan heb je geen 24 uur nodig. Nee, ik kan het zelfs in een uur doen. Ja. Maar dat mag ik al helemaal niet zeggen. Dus wij zeggen 24 uur. Maar de markt is nu nog zo dat het gewoon een paar weken duurt om een hypotheek rond te krijgen. Zelfs de banken die claimen dat ze het heel snel kunnen doen, zeggen eigenlijk dat ze een hypotheek in een week kunnen verstrekken. Als jij alle gegevens, want ook echt alle gegevens, al hebt ingeleverd op papier, dat die allemaal door de bank zijn bekeken. Ja. En dan zeggen ze, nou dan kunnen we binnen een week een hypotheek verstrekken. Okay, wij zeggen, dit is de technische benadering. Nu, zonder gekheid, heel toevallig, zat ik vorige week bij Wie Bedraaier, de baas van de Rabobank. En daar hadden we het onder andere hierover. Ja. Weet je wel, wat zijn de bedreigingen voor jouw bank? Weet je, dat coöperatieve model, hoe vertaal je dat? Je weet dat ze met Vista begonnen, hè? Als reactie ook op. Ja, hoe vertaal je dit naar de digitale wereld? Ja. En hij zei, het blijft zo, in volle overtuiging, dat het kopen van een huis, het aangaan van een hypotheek, is het in het leven van mensen misschien wel dé belangrijkste beslissing die je maar neemt. Maar dat ontken ik en daar heb je gewoon heel goed advies nodig. Absoluut, maar even. En dat kun je niet automatiseren. Nee, dat klopt. Maar dan gaan we laten we dingen scherp zien. 1. Ik geef in de essentie geen advies. Toen ik met Alex begon, gaf ik ook geen advies. Ik zei tegen mensen, je moet het zelf doen. Dus ik richtte me op een doelgroep die ook inderdaad qua beleving het ook zelf kan. Dat doe ik hier in dit bedrijf ook. Ik richt me op mensen die zeggen, ik kan zelf mijn hypotheek afsluiten. Ik weet wat ik wil. Ik ben daarvoor geschikt. We hebben zelfs een kennistest die je moet invullen bij ons, verplicht, om te kijken of jij inderdaad ook wel geschikt bent om die hypotheek zelf af te kunnen sluiten. En die test mag je niet 10 keer achter elkaar doen tot je geslaagd bent. Na 2 keer zeggen we van, je bent dus niet geschikt om het te doen. En dan kom je bij ons in een ander traject. Daar ga ik direct nog iets meer over vertellen. Maar het is de allerbelangrijkste beslissing voor de meeste mensen. Het kopen van een huis en het afsluiten van een hypotheek. Dus daar moet je zorgvuldig mee zijn. Maar dat neemt niet weg. Daar hoef je er niet 3 maanden over te doen. Als ik met alle zorgvuldigheid, alle gegevens die ik nodig heb, als antwoord op die vraag, je richt je dus in eerste instantie op dat beperkte segment van mensen die geen advies nodig heeft, maar gewoon uitstekend wil. Kijk, ik zei ook, ik hoef dat advies niet. Nee. Ik weet hoeveel geld ik nodig heb, ik weet wat ik per maand eraan wil uitgeven, ik ken de rentestanden, ik weet het verschil tussen... De hypotheekmarkt is een zeer conservatieve markt. Het geld van de hypotheken die ik verstrek aan particulieren komt van Aegon. Aegon wil precies weten, maar ook echt op de laatste nauwkeurig, dat het proces helemaal technisch goed verloopt en dat ik precies goed heb ingeschat wie ik voor me heb. Dus het is een conservatieve wereld nog. Ja. Dus wat hebben we gezegd? We gaan beginnen met die groep die het allemaal zelf weet. De executing only heet dat in het jargon. Maar als jij voor 2 keer bent gezakt voor je examentje, dan blijkt dus dat je advies nodig hebt. Nou, dan kom bij ons dan zetten we je door naar een adviseur. Die adviseur is niet bij ons in dienst, maar daar hebben we een overeenkomst mee gesloten. Dus we zeggen dan van neem nou contact op met deze meneer of deze mevrouw. Mm-hmm. En laat je nog eens goed adviseren of dit de hypotheek is die je wil nemen. En vervolgens gaat die hypotheekadviseur, die gaat dan via onze website alsnog alle formulieren, alle data invoeren. Ja. En kunnen wij nog steeds die hypotheek in een heel kort tijdbestand verstrekken. Alleen zit er dan advies bij. Dus ik ben het met Draaien volledig eens. Voor veel mensen die kunnen helemaal geen hypotheek afsluiten.
Dat is een veel te grote besluit voor ze. Nou, die komen dan bij ons waarschijnlijk binnen. Wij constateren dat en we zetten ze door naar een adviseur. Maar ik ga je zeggen, 30% van alle hypotheken zijn oversluithypotheken. Ja. Dus dat zijn mensen die nu op 5% zitten en eigenlijk wel graag naar 3% willen. Die willen niet verhuizen. Die wil geen andere hypotheek. Die wil alleen maar van 5% naar 3%. Ja. Nou, die kan ik allemaal straks via executing only doorheen jassen, hoor. Daar heb je overigens al veel concurrentie, hè? Want we hebben ze ook hier aan tafel gehad. Jungo, andere fintechs die zich op dat... Ik heb niet veel concurrenten. Want die verstrekken, die mogen... Ik heb alleen maar concurrentie van de grote banken en van een bedrijf dat heet Munt. Die hebben ongeveer 20 miljard aan hypotheken verstrekt. Ja. Nou, wat jullie, Jungo, die je net genoemd hebt, dat wordt een concurrent van me. Maar veel meer heb je niet, hoor. Want je mag... wordt een concurrent. Jij bent er ook nog niet, want ik heb geconstateerd... Dat vind ik ook fascinerend. Leg dat eens even uit, want op dit moment twitter jij... Ik ben live. Nee. De enige manier waarop wij jou kunnen vinden is door jou op Twitter te volgen. En dan zeg je, wil je een hypotheek? Stuur mij een e-mailtje op jouw persoonlijke e-mailadres. Klopt. Ja, nou kijk, ik ben... Wat ben je aan het doen? Hoe heet je bedrijf ten eerste? Colibri. Het gaat Colibri heet. Ik zit onder de radar. Dat zeg ik ook in die mail. Ik zeg, het is misschien een beetje een rare manier om te beginnen. Maar in die hypotheekmarkt mag je gewoon geen fouten maken. Ja, dus nu aan het valideren? Ja, en wij zijn gewoon bang dat als wij full marketing gaan doen... En we hebben van onze funder, Egon, maar 50 miljoen gekregen... Dat lijkt, in ieder geval misschien om 50 miljoen, maar is in de hypotheekmarkt maar een heel klein bedrag. Ja. En als die 50 miljoen op is, dan moet ik weer terug naar Egon en dan moet ik zeggen, mag ik weer wat geld van jullie hebben? Als ik full marketing ga doen nu, dan heb je grote kans dat ik in kortste keren door die 50 miljoen heen ben. En dan moet ik nee gaan verkopen. Nou, één, dat wil ik niet nee verkopen. Ja. En ik wil ook zeker weten dat we het operationeel aan kunnen. Ja. Ik wil gewoon geen fouten maken. Maar betekent dat dan dat jij, als mensen jou mailen, je ze doorverwijst naar dat geautomatiseerde... Dan kom je gewoon bij ons op de website. Die bestaat er wel. Je krijgt bij ons gewoon keurig een inlogcode en je gaat het proces in. En we gaan daadwerkelijk verstrekken we ook hypotheken. Ja. Dus je kan het huis van je dromen gewoon kopen. Alleen, we doen het zeer gecontroleerd. Ja, dat doen we echt valideren wat je aan het doen bent. Ja, nou, zeker weten dat wat we gebouwd hebben gaat werken. Dat ook de hele administratie werkt. Want ik geef het je maar te doen. We moeten zorgen dat de rentebetalingen allemaal netjes lopen. Dat de aflossingen lopen. Ja. We moeten zorgen dat het geld, dat Egon, dat geld aan ons geeft. Nou, het gaat om grote bedragen. Dus we moeten heel zorgvuldig opereren. En we hebben een toezichthouder die eigenlijk in de grond niet wil dat er een disruptor in die markt komt. Ja. Hoe ervaar je dat? Waar merk je dat in? Dat merk ik op twee manieren. Eén, dat merk ik in de wijze waarop ze met ons omgaan. In het taalgebruik wat ze hebben. In de problemen die ze zoeken. Maar ik merk het ook... Ik heb vorige week van de Nederlandse Bank een boete gekregen, omdat ik niet aan mijn solvabiliteit voldeed. Een boete van 2000 euro. Nou, die hebben we gewoon betaald meteen. Maar je moet je voorstellen, ik ben een start-up. En die start-up die heeft nog geen klanten. We zitten in de fase van nu tot 4 jaar geleden. Die heeft nog geen klanten. En toch moet ik een eigen vermogen aanhouden. Dat eigen vermogen mag ik niet gebruiken om te investeren. Dat moet ik renteloos laten staan op een rekening. Ja. Vervolgens ga ik investeren in allerlei systemen. Dan zegt de Nederlandse bank, je bent aan het investeren. Dat betekent dat je nog meer eigen vermogen moet aanhouden. Vervolgens moest ik elke maand terug naar mijn financiers, mijn equity financiers, zeggen, ik ben aan het investeren om dit bedrijf op de rails te krijgen. Ik heb nog meer eigen vermogen nodig. Dat eist de Nederlandse bank. Ik zat dus voortdurend op het randje van mijn eigen vermogen. Toen ging ik er doorheen. Daar had DNB eigenlijk mijn vergunning zo kunnen intrekken. Hebben ze gelukkig niet gedaan. Ze hebben een boete van 2000 euro gegeven, waardoor ik nog moeilijker zat. Ja. Nou, zo merk ik dat de toezichthouder eigenlijk grote moeite heeft met start-ups. Nieuwe maar vooral bedrijven, in deze wereld, omdat de banken, en dat moet je in je oren knopen, de drie grote banken verdienen bijna al hun geld
met hypotheken en zijn helemaal niet gebaat bij een nieuwkomer op de markt. En dat ja, om die reden, omdat er zoveel geld verdiend wordt, komen allemaal nieuwe partijen. Die markt op, of iedereen heeft het erover, iedereen praat erover. Zeg maar, ze noemen het geloof ik regiepartijen. Dat zijn wij, maar daar heb je een vergunning voor nodig. Die zeg maar met geld van gewone investeerders, omdat Nederlandse hypotheken leveren gewoon een uitstekend rendement op. Zeer veilig, zeer veilig. Dat is de veiligste belegging die je kan hebben. Bedenken. Dat heb je ook van Jonger gehoord. Ik krijg, de veiligste ik krijg ook nog eens 3% gegarandeerd rendement. Terwijl je tegenwoordig... Gebruik het woord gegarandeerd nou niet. Nee, maar ongeveer. Het ligt tussen de 2% en 3% rendement. Heel netjes. Wat in de tijd dat je 0% op een spaarrekening krijgt, natuurlijk een fantastisch rendement is. Maar daaraan gekoppeld, jij noemde het net al, de Rabobank zet Vista in de markt. Die gaan doen wat jij doet. Als reactie eigenlijk. Op waar wij nee, dat klopt, maar dat gaat natuurlijk ING ook doen. Het gaat maar dat... Waarom ga jij dit beter kunnen dan die grote partijen? Ja, dat is een gewetensvraag. Nou, één, die vraag werd aan mij gesteld in 1990, toen ik met Alex begon. Ja. Waarom denk jij dat je dat kan? Toen zei ik, nou, dat... Onder de tijd, hè? Ja, het is... Die banken zijn nog steeds logge bedrijven... Ik denk dat ze grote moeite hebben om een klant echt te leren kennen. Het is niet alleen... Kijk, we hebben het nu steeds over de hypotheek. Maar je praat wel met een eindklant. Daarvoor zeg ik... Kijk, een bedrijf als Munt, dat is echt een regiepartij. Die hebben geen contact met die eindklant. Wij hebben bewust gekozen, wij willen met die particulier... die een droom heeft, namelijk een huis kopen... daarmee willen wij in contact komen. En die willen wij eigenlijk die, zorgen dat die droom vervuld kan worden. Dat is het werk wat ik bij Alex op mijn lijf geschreven had. Ja. Nou, maar perfecte service. Onderscheid je dus door de focus op de eindgebruiker? Ja, en dan daarin service. Ja. En, maar dan ben je er nog niet. Dan moet je moet ook nog een scherp tarief hebben. Want de hypotheken, is wat ze noemen een prijselastisch product. Ja. Degene die het laagste tarief heeft, die krijgt de business. Ja, 1/10 van een procent. En dat is het verschil tussen dood en leven. Ja. 1/10%. Maar goed, Aegon geeft ons voor lange looptijden een heel goed tarief. Dus ik ben helemaal niet bang dat we daar moeite zullen hebben. Vervolgens moet ik dus gaan vechten met de banken die... Ja, die klantvriendelijkheid echt niet in hun genen hebben zitten. Ik durf die strijd elk moment aan met ze. Daar ben ik nou echt totaal niet bang voor. Waar zitten je je hoofdbrekens? Waar lig jij 's avonds wel eens wakker van? Nou, mijn hoofdbrekens is dat als ik straks door mijn 50 miljoen heen ben van Aegon... en ik ben door mijn 250 miljoen van Aegon heen, dat ik... Want dat is de volgende trans. Dat is de volgende trans. En dat is nog steeds peanuts, want die markt is echt 700 miljard groot. Ja. Ik bedoel, dat is nogal wat. Dat Aegon zegt, nou, vervolgens, hartstikke leuk. We zijn belegger en we hebben voldoende belegd. En daar sta ik met lege handen. Dus ik ben nu koortsachtig aan het zoeken naar andere partijen naast Aegon... die zeggen, nou, wij willen ook wel graag beleggen in Nederlandse hypotheek. Nou, Jungo, die zoekt het in de crowdfunding. Ja. Ik zeg... De markt is te groot om met crowdfunding te doen. Je hebt echt partijen als Aegon nodig. Nou, we praten met een heel groot pensioenfonds die we geïnteresseerd zijn. Dat kan ik echt nog niet zeggen. Soms moet ik een beetje geheimzinnig doen. Ja. En we hebben ook in contact met een grote Franse bank die weer beleggers heeft erachter. Die zeggen, wij vinden, wat Roeland terecht zegt, wij zien die hypotheken als een bijna risicoloze... alternatief voor een staatsobligatie. En we krijgen dan niet, hoeven dan niet te betalen, maar we krijgen nog altijd twee. Dat is lekker. Dus die Franse bank is ook zeer geïnteresseerd. Maar daar lig ik wakker van. Dat ik straks klanten heb die zeggen allemaal van... ja, ik wil die hypotheek bij je afsluiten. En ik zeg, ja, sorry, ik heb geen geld. En dat is een... Je kijkt me aan en je denkt... Waar heeft hij het over? Maar dat is... Nee, ik snap het heel goed. Maar dat zijn zorgen. Kijk, toen ik bij Alex was, had ik het probleem. Ik vind het wel mooi, want zo kennen we jou ook natuurlijk hoe je altijd met Alex hebt geopereerd. Je hebt geen enkele twijfel over dat dit gaat lukken. Nee. Je hebt eerder twijfel over, kan ik het straks allemaal wel handelen? Nee, maar ik heb vier jaar moeten knokken om dit bedrijf op de rails te krijgen. En ik heb vele keren langs het randje van de afgrond gelopen. Omdat ik gewoon, maar dat ging vooral om equity investeringen.
Omdat ik steeds die toezichthouder maar steeds zei, je moet voldoende eigen vermogen houden. Dus ik heb steeds met moeten leuren langs allemaal angel investors. En die me nog steeds trouw zijn. Hè? Vanaf 2013 zijn die me al trouw. Zo lang ben je al met dit concept bezig? Ja. Ik ben echt 4 jaar bezig. Ja. En als jullie de krant nog een keer op naslaan, de toezichthouder heeft een keer gezegd, om de vergunninghouder heet Monify, ze hebben een keer getracht mij echt het leven de vergunning van me af te pakken. Is er niet gelukt. Ik heb toen de publiciteit gezocht. Ja. En via de publiciteit heb ik mijn vergunning weten te behouden. Nou, dus ik heb geknokt en geknokt. Nu staat het bedrijf, nu is het live. Nu kan ik pas laten zien wat ik echt waard ben als het gaat om klantvriendelijkheid. En om te kunnen inspelen op wat klanten willen. Ik geef je 1 voorbeeld. Ik weet niet of jullie zelf een hypotheek hebben. Ja. Als je sluit hem af tegen een bepaald rentepercentage. Je gaat ik heb hem ooit voor 10% afgesloten. Maar je gaat, en die rente die is dan gebaseerd op het risico wat ik op jou loop. Dan ga je aflossen. Neemt het risico nou toe of af als je gaat aflossen voor de belegger? Ja, nou, ik zou denken af. Ja, dus wat, zou je dan verwachten dat de rente zou dalen dan? Ja, ik zou het denken. En dat doen die banken dus niet, hè? Ja. Dat doen ze niet, want ze houden dat lekker in die... Dat is gewoon waar. Als je onder je percentage van de executiewaarde komt, dan daalt je hypotheekrente mee. Maar, niet, maar je moet het wel zelf melden. Exact. Want ze zullen het je niet aan. Je nooit. Kijk, en wat doe ik nou? En wat doe ik nou? Ik zorg ervoor dat volledig geautomatiseerd daalt. Dus elke keer als jij een aflossing doet, daalt je rente. Ja, en dat is ook lineair. En dat hoef je niet aan mij te vragen. Zijn er geen drempels? Dat hoef je niet aan mij te vragen. Dat doen we gewoon automatisch. Dat noem ik dus klantvriendelijkheid. Dat noem ik meedenken met de klant. En de banken doen het nu wel, maar alleen wel omdat ze door instanties als radar en noem maar op, allemaal op zegt, zijn jullie mee bezig? Ze worden gedwongen. Ze worden gedwongen. En dat zit er nog steeds in bij de bank. Dus... Hey, wat is de URL van jou? Je zei dat er is een website, maar... Ja, dan moet je een mail sturen. Stuur even een mailtje. Maar als je mijn mail... Ik begrijp dat je denkt dat ik een beetje dom ben. Hoe kunnen wij nou valideren dat je ons geen onzin zit te vertellen? Dan moet je mij toch een mail sturen. Ik zie wel... Het enige wat ik kon vinden is dat er een nee, maar ik heb je ook al... Handelsnaam Colibri. Hypotheken. Exact. Nou, Colibri, dat register van financiële dienstverleners, dat jij daarin vermeld bent. De vergunninghouder heet Monify en we gaan met de naam Colibri in de markt. Ja, Monify BV, register financiële dienstverleners. Maar dit is geen kwestie van jaren. Hè? Wanneer kunnen wij gewoon bij jou een hypotheek zijn? Nou, kijk, dat... Ik ben deze week begonnen. Jullie vallen dat is gewoon met je neus in de boter. Ja, ik volg jou op Twitter. Laten we aannemen dat wij... We hebben 50 miljoen mee te werken. Nou, ik denk dat we daar anderhalve maand mee bezig zijn. En als echt alles goed loopt, we hebben geen fouten gemaakt... en de mensen hebben dat geld netjes op hun rekening gekregen, kunnen een huis kopen... dat wil ik gewoon allemaal een keer zien. Ja. Want je kan niet testen, hè? Je kan moeilijk... Je kan pas testen als je live bent. En dan ben je ook echt live. Ja, dus als ik nou echt zie dat hele proces goed loopt... en dan worden misschien 2 maanden door de zomervakantie... maar voor september dan staan wij, moeten wij volop er tegenaan. Een vraag van Mark Vretter op Twitter. Hij zegt, waarom is Knap dit nooit gaan doen? Die hebben dezelfde geldschieter, zegt hij. Ja. Die kunnen automatiseren, kunnen rekeningen inzien. Die hebben klanten, hebben een adviestak. Ja, nou... Het standaard antwoord is natuurlijk, dat moet je aan Knap zelf vragen. Ja, hè? Maar je weet, Knap is natuurlijk opgericht door mijn grote maat René Vrijters, waarmee we samen Alex hebben gedaan. Die overigens een tijdje geleden vertrokken is. En, hè? Wegens verschil van mening. Precies. Knap wil alleen maar een vergelijkingssite zijn. Knap wil een independer zijn. Knap wil zeggen van, een hypotheek... Ja, maar dat is hun strategie. Dat doen ze met verzekeren. Precies, dat is hun strategie. En zij willen we gaan die hypotheek ook daadwerkelijk verstrekken. Wij nemen ook die verantwoordelijkheid voor die klant. Kijk, want als je een hypotheek verstrekt, zit je wel 20 jaar met die klant aan die klant vast. Hè? Ja. En Knap zit helemaal niet vast. Die hebben gewoon gezegd, nou ja, dit kies de beste. En we willen je zelfs doorverwijzen. Dus het zou me niks verbazen als er... Kijk, Egon is wel funder, maar dat is
Dat is een afstandelijke rol, hè? Dat is een beleggersrol. Hè? Ja. Knap is, bij Knap zijn ze echt eigenaar van. Ja. Hè? En in Jung hebben ze ook een belang genomen. Ja. Maar ik kan me best voorstellen dat Knap ons... Ik hoop zelfs dat wij bij het lijstje van Knap komen te staan. Dat ze ons doorverwijzen. Maar dat is dus iets, die hebben gewoon een ander businessconcept. Ja. Wij gaan daadwerkelijk hypotheken verstrekken. En je bent ook daarna klant bij ons voor de komende 20 jaar. Hey, wat mij ook wel fascineert, Peter, je zat voor het eerst in 2012 bij ons, 6 jaar geleden. We zijn weer 2018. Volgens mij heb jij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ja, dat heb ik ook. Ik heb ook pensioen, hè? Heb je pensioen? Ik heb pensioen. En hoe voelt dat? Heb je AOW ook echt? Nee, dat heb ik nog niet. AOW krijg je die... 67, die krijg je niet op je 65. Dus nee, ik krijg 1 november 2018... Dit jaar krijg ik AOW. Oké, oké. Maar AOW is, ik moet zeggen, dat is geen vetpot voor je. Nee, maar... Maar ja, hoe voelt dat? Ik wil natuurlijk toe naar de vraag van waarom... Ik neem aan dat je dit niet in je eentje meer loopt te doen. Dat je andere rol hebt. Nee, ik heb een heel andere rol. Kijk, ik heb de rol van de grijze haren. Ja. En het was ook wel zo dat de vergunning, dat de AFM zei... Dit is zo'n gevoelig werkterrein waarop je zit. De mensen die bij jullie een hypotheek afsluiten, wat draai je terecht? Ze nemen zo'n belangrijk besluit. Dat mag niet fout gaan. Ja. Dus een jonge honden, zonder enige kennis van de financiële wereld, die krijgen gewoon die vergunning niet. Ja. En dat heb je ook gehoord van Jungo. Die hebben ook heel lang met de AFM moeten praten. Goed, je hebt een andere rol. Jij bent Nestor. Ik ben Nestor. Founder. Ik ben CEO. Je bent CEO. Ik steek er geld in. En wat voor team heb je om je heen? Ik heb een team van, we hebben een team van 4 jonge mensen zitten. Echt jonge mensen. Wel met kennis van de hypotheekmarkt. Dus die hebben ze hebben allemaal al een werkkring gehad. Met name in het hypotheekvak. Dus ze zijn niet, helemaal nat achter de oren. Dat kan ook niet, want je moet aan de AFM een matrix overleggen met kwaliteiten. En als ik er alleen maar op sta, dan zeggen ze... Ja, maar jij gaat toch niet de hele dag op kantoor zitten, hè? Nou, die hypotheken, dus dat... Nee, dat doe ik dus niet. Dus ik heb een klein team, want eigenlijk alles is geautomatiseerd. Wij willen niets meer met de hand doen. We moeten bij duiken in databases, daar halen we gegevens op. En op basis van al die data komt er eigenlijk een duim omhoog. Jij kan je rente en de aflossing betalen. Of een duim omlaag, je kan hem niet betalen. Nou, twijfelgevallen, dan ga je een ander proces en in. Bij twijfelgevallen, dan kom je eigenlijk in een bakje terecht en dan wordt er nog een keer naar gekeken. Ja. Maar eigenlijk wil ik helemaal geen... Maar goed, een dat bakje team... wil ik niet meer. Ik wil gewoon dat de computer eigenlijk bepaalt of jij je hypotheek kan terugbetalen, ja of nee. Nou, dan mag je dan... Ik wil een filosofische vraag stellen. Nou, oké, die kan zo direct als toch. Kijk, als ik jou volg op Twitter, hè, en de vragen die je stelt... Enerzijds zeg je, oké, dit is een markt die... Het verdient om verstoord te worden, dat is de ene kant. Absoluut. Aan de andere kant, zie ik jou vragen, is jouw doelgroep, zeg je, ik zoek eigenlijk starters die, wat je wil eigenlijk, mijn gevoel is althans, als ik lees wat je allemaal zegt, is je wil ook eigenlijk starters helpen. Partijen die het nu heel erg moeilijk precies. hebben. Dat je bijvoorbeeld hebben, want wij wonen in Amsterdam, probeer jij maar eens een huis te kopen, een hypotheek te krijgen. Ja, maar wacht even, ik kan het huizenprobleem niet oplossen. Nee. Helaas niet, hè. We weten allemaal dat er gewoon te weinig gebouwd wordt. Het enige, dus als er geen huizen zijn, zijn er ook geen hypotheken. Ja. Dat houdt het op. Maar ik ben geen bouwbedrijf. Hoewel ik wel van plan ben met bouwbedrijven te gaan praten om te kijken van kunnen we niet een deal sluiten. Dat we, en jullie bouwen en de hypotheek eigenlijk als een soort binnen package keer, wordt geleverd. We zijn ook in contact met energieleveranciers. Want op dit moment is de energienota vaak meer dan de rentenota die je van de bank krijgt voor je hypotheek. En met name energieleveranciers zijn zeer geïnteresseerd om een totaalpakket aan te bieden. Dus niet alleen maar gas en licht, maar ook de hypotheek erbij. Waarom? De energiemarkt is helemaal een shoppersmarkt geworden. Je kan bijna elke avond gebeld worden van je kunt overstappen en dan ga je naar een andere leverancier. Dus die energieleveranciers die zeggen wij zoeken eigenlijk wel naar een product wat bij wonen hoort, waar we de klant wat langer leren kennen. Nou, een hypotheek heb je de klant in principe voor 20 jaar in de boeken. Dus energieleveranciers zijn heel erg geïnteresseerd in dit concept. Nou, de banken doen dat weer niet. Dat vinden de banken weer raar. Dat ze met een
energieleveranciers samen iets gaan doen. En wij als starter, als disruptor noem ik dat, wij zijn wel bereid dat te doen. En wij zijn ook bereid een deel van onze marge af te staan aan een energiemaatschappij. Mits die energiemaatschappij ons zegt, dan gaan wij wel een stukje distributie voor jullie doen. Ja. Nou, dat zijn concepten die zijn voor banken gewoon lastig. En ja. Moet je ook echt vernieuwend durven denken. Ja. Ja, en voor een start-up is dat eigenlijk logisch denken, van waar kan ik partners vinden? En nog één laatste vraag. Ik weet niet of ik de vraag van Erwin van de bal heb. Want we lopen weer gigantisch uit de tijd, maar wij kunnen met jou volgens mij altijd een uur praten. Ja. Dat moeten we misschien ook eens een keer doen. Ja, dat mag. Je mag mij rustig ook een minuutje Dat doen we de volgende keer. Ja. Want ik hoor dat je ook nog over bitcoins eigenlijk wilde. Ja, dat is ook onderwerpen. Crowdfunding is een belangrijk onderwerp voor jou. Blockchain. Blockchain, ja. Maar dat gaan we nu niet meer redden. Nee, filosofische vraag aan slot. Ik wil eigenlijk nog reageren op wat je net zei over dat het een 100% geautomatiseerd proces moet zijn. Ja. En we hebben het even tegenover elkaar gezet. Hè, wat Wiebe Draaier tegen mij zei vorige week. Die zei de belangrijkste beslissing misschien wel in je leven om een paar ton te gaan lenen. En jezelf natuurlijk ook voor 30 jaar vast te leggen. Moest ik opeens denken aan toen wij in Austin waren en een bedrijfje zich presenteerde die geautomatiseerd nieuws maakte in Zweden. Ja. En die hadden onderzoek gedaan onder klanten, onder lezers. Die maakten kleine berichtjes gewoon op basis van data en algoritmes. En het grappige wat eruit kwam, een van de dingen die ik echt genoteerd heb, is dat veel gebruikers zeiden, nou, ik vind het eigenlijk wel fijn dat het robotnieuws is, want we weten in ieder geval 100% zeker dat het betrouwbaar is. En ze kunnen niet zo goed schrijven nog, de robots. En ze maken gewoon minder fouten. Ja, maar het is in ieder geval gebaseerd op de feiten. En toen dacht ik opeens, jij gaat straks... Zeker, gewoon, alleen maar op feiten. Je gaat kijken... Ik ken je namelijk niet. Je kent mij niet. Ik kan niet in je ogen kijken. Je kunt checken bij Intiel, bij BKR. Je kunt mijn betaaldiscipline op mijn ING-rekening bekijken, als ik dat goed vind. Ja, ik kan je altijd als je het goed vindt. En dan maak je een volkomen, transparante... Eigenlijk super objectief beeld. Ja, maar dat is ook de reden waarom een partij als Aegon zegt, wij zijn bereid hier geld aan te geven. Wij vertrouwen dat proces. Maar laat ik Draaier toch nog wel echt een compliment geven. Het feit, het is een belangrijke beslissing. En wat mij betreft, ga je eerst met die adviseur praten of jij wel een hypotheek moet nemen en welke hypotheek het moet zijn, wat kan mij schelen. En dat en dat. En vervolgens als je dat gedaan hebt, dan kom je toch dan bij mij en dan regelen we het binnen 24 uur. Het sluit elkaar niet uit. Nee. Oké, helder. Echt, totaal niet. En nooit, wij willen dat advies... Wij gaan het advies niet doen, want daar heb ik geen vergunning voor. Wij verwijzen je dan door naar een goede adviespartij. Hey, we willen graag nog uren doorpraten. We gaan jou, als je het zelf ook leuk vindt, binnenkort weer eens even uitnodigen om over de crypto... Ja, want over de blockchain kan dat... En in blockchain en hypotheken... Wordt interessant. Ja. Niet nu, ook niet over 5 jaar, maar binnen tien jaar. Ja. Mooie cliffhanger. Die is mooie cliffhanger. Die is heel interessant, die houden we vast. Die houden we vast. En ik kijk altijd op zondagmiddag naar de RTL, naar mijn favoriete huizenprogramma's in Engeland. Oh ja. Daar ben ik zo fan van. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar die mensen hebben... Jij kijkt zelfs naar First Love. Natuurlijk, dates. Ja. Oh, dates is ook belangrijk. Waar jij niet naar kijkt. Ja, maar jij bent mee. Dat is een mooi programma, toch? Absoluut. Een huis is toch hartstikke belangrijk? Ja. Ik doe knop, joh. Absoluut. Nee, ik heb hem bijna afbetaald. Dus, en ik ben met 10% rente begonnen. Je weet dat je moet nu lenen. Ja, ik los helemaal niks af. Lenen, jongen. Statistisch gezien kan de rente nauwelijks meer omlaag, maar kan wel heel erg omhoog. Ja, oké. Okay. We hebben het zo direct nog even zo. Dank voor deze tip. Hey, maar hartstikke leuk dat je er was, man. Gratis super. Tip voor de kijkers. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream waar je ook naar kon kijken. En natuurlijk, daar zenden we vanuit de Freedom Lab vanuit Amsterdam. Dit is onze locatie waar we iedere week zijn. Althans, meestal. Ja, dag. Dank.